De eerste ambtenaren druipen al af naar de katholieke kerk aan de Bouwmanlaan in Rotterdam-Overschie. Het deelraadskantoor gaat een maand op slot. Ook de voorzitter moet inpakken. Het is een experiment, ja, maar ik mag hier de hele maand niet terugkomen. Maar dat is niet zo erg. Want dan zijn we gewoon bij verenigingen, bij speeltuinen, overal waar de mensen zijn. Vanaf de kerk aan de overkant van de straat wordt nog één keer naar het deelraadskantoor gezwaaid. En dan aan de slag. Zo gaat Paul van Wilde in overleg over sport in Overschie op het tennispark. Het is en handig, het is leuk, het is goed om te zien de plek waar je eigenlijk mee bezig bent. Dus we doen het voor het sporten, maar dat zie je veel beter op zo'n complex dan wanneer je ergens in een, ik zou bijna zeggen, stoffige vergaderkamer zit. Alle beleidsnota's en andere belangrijke stukken zijn via het internet te raadplegen. Het kantoor van de deelgemeente Overschie staat een maand leeg. Dat wordt nog een gemis. Nou, misschien een heel klein beetje. Maar in de praktijk zijn wij al zo gewend aan deze manier van werken. Dat, het zal niet echt heel erg winnen worden. Nou ja, ik ga zo meteen naar een vergadering in de stad. Daarna ga ik naar Delfshaven. En ik heb dan nog een uurtje tussendoor. En dan probeer ik toch even in Overschie te komen. Ik zoek gewoon een plekje ergens in de bibliotheek of in het café. Of ik zie wel waar. En voor je het weet zit je dan tussen de rondvliegende tennisballen. Ja, mij leidt het niet af. Het resultaat van het overleg is precies hetzelfde als wanneer het bij ons geweest zou zijn. Met dit verschil dat als de mensen van de tennisvereniging even aan willen schuiven dan had dat gekund. Dat is wel een hele duidelijke meerwaarde ten opzichte van in een kantoor zitten.